Kijk hoe grauw en regenachtig. Echt veel wind ook. Oh. We moeten onze ramen eens kijken. Hey guys! Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag mega grijs, mega regenachtig buiten. Ja, maar we gaan wandelen. Ja, dat gaat dus niet lukken. Volgens mij vliegt genoeg weg. Ik denk dat ook, er is echt super veel wind. Ja. Maar het is echt zo weer om gewoon gezellig binnen te zitten. Om het thuis gewoon gezellig en cozy te maken. En om thuis wat dingen klaar te krijgen. Dus dat is ook wel een beetje het plan van vandaag. Yes. Onze babykamer staat momenteel nog gewoon vol. Ja, opnieuw vol. Ja, opnieuw vol. Alles staat daar gewoon in grote dozen, dus die kamer staat ook gewoon vol. Maar ook gewoon, we hebben duizenden en één tutjes, flesjes, dat ook nog allemaal in karton en in dozen zit. En dat zorgt voor zo'n opeenstapeling van duizenden en één dingen. Dus we gaan dat vandaag allemaal al wat proper maken en een plaatsje geven. En al ja, in de keuken plaats maken. We hebben niet zo heel veel opbergruimte in de keuken, maar we moeten daar wel plaats voor maken. En dat staat er op de planning voor. Today. Yes, dus wij dachten, we gaan jullie nog eens meenemen. Dan kunnen jullie nog eens zien hoe het er momenteel voor staat. En hoe dat we hopelijk tegen vanavond hier eindigen. Stijf arm, jong. Ja. Dus, let's go. Yes. Voilà, dus dit is de huidige stand van zaken in de babykamer. Dus inderdaad, weet je, er staat zoveel in grote dozen. En ja, gewoon alles staat opgestapeld. En dat moet allemaal weg. Voilà, hier hebben we dus bijvoorbeeld de draagmand, het loopstukje van de buggy, de maxi-cozy. Dit zijn allemaal al dingetjes voor de doopsuiker verzameld. Hier zit de matras voor het bedje in. Hier zitten nog allemaal, in deze doos zit ook nog allemaal grief in. Dat ook nog geen plaats heeft gekregen. Daarop staan allemaal flesjes en zo. En dit zijn allemaal dingen die er de afgelopen weken nog zijn bijgekomen, die we nog gekregen hebben. Dus dat ook nog allemaal gewassen moet worden. Dus tijd om hier een beetje orde te scheppen, want hier word ik wel een beetje zenuwachtig van op de duur. Oké, dus om te beginnen, heel deze maand met alle kleertjes, doeken, weet ik veel wat er nog allemaal is bijgekomen, ga ik eventjes sorteren, zodat ik daar vandaag ook nog een deel van kan gaan wassen en ophangen en dat ook allemaal een plekje kan krijgen in de kasten. Deeltje dat gewassen is. Oké, er is al een deel gewassen. Ik heb hier al een beetje verder opgeruimd en zo. Ik heb ook al een volgende video bewerkt en die is nu aan het uploaden. Dat die al ingepland staat. En ondertussen ben ik ook nog bezig met een aantal andere dingetjes qua werk nog verder af te werken of verder voor te bereiden. En als dat allemaal gebeurd is, dan kan ik straks verder af. Nu, ik heb mijn werk zo goed als afgerond, of toch wel een heel groot deel gedaan van de dingen die ik vandaag zeker nog wou doen. Daarna heb ik nog een beetje in de babykamer bezig geweest. Heb ik al wat grief dat naar de keuken of toch ja, hier ergens in de buurt moet komen, zoals de flesjes en alles van potjes en weet ik veel wat. Dat allemaal al samengezet, zodat dat allemaal in een doos staat dat gemakkelijk naar hier kan als we hier plek hebben gemaakt ergens daarvoor. En nu ben ik eigenlijk gewoon echt moe.
is 3 uur ongeveer. En ik heb echt wel even een dipje nu in mijn energie. Dus ik heb er een theetje bij gepakt. En ik ga me nog even hier in de zetel zitten om een paar dingetjes verder af te werken. Maar ja, dat hoort er ook bij zeker. Ik ben nu 25 weken zwanger. En ik voel wel dat het iets zwaarder begint te worden voor mijn lichaam. En daarmee bedoel ik niet dat ik altijd moe ben of zo. Zeker niet. Maar ik merk wel dat puur fysiek heel stomme dingen die anders totaal niet zo vermoeiend waren, dat die nu wel sneller vermoeiend worden. Dus luister naar mijn lichaam. Hè. Belangrijke tip die ik ook zelf heel goed moet toepassen. En ik ga mij gewoon even in de zetel zetten, hier nog wat dingetjes verder doen. En dan zie ik wel straks of er nog andere dingen gedaan worden vandaag. Of dat dat voor een andere dag deze week zal zijn. Andres is eten aan het maken voor ons. Moet je een beetje rode peper. Weet je nog vorige keer? Nee. Toen dat in mijn neus zat en in mijn oog. Echt leuk. De nieuwe man. Ja, eerlijk? Ha, lekker. Wat staat er op de menu, babe? Scampi diabolique. Met pasta of niet? Ja. Met sweet als de saus intrekt, ga ik de pasta opzetten. Yeah. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Ik kan al niet wachten. Ah! Op mijn broek. Oh my god. Oh my god. Allee jongen, dat is just te wassen, gast. Godver. Oh, het heeft weer lang geduurd. Ik kon dat nog lang was uitgebleven op het filmpje. Ja, dat is waar. Stond dinner is served. Ja, ik heb echt honger. Ik ook. Heb mezelf geen wijn of weinig scampi's gegeven. Zeg. Hoe goed ziet dit eruit? Dat gaat smaken. Smakelijk, schatje. Smakelijk, baby. Andres heeft nog iets gemaakt. Surprise, surprise, surprise. Cinnamon roll. Yes. Oh joh. Dat plakt er gewoon aan. Ho ho ho. Look at this. Wat, je hoort je dat? Wajo. Ah ja, ja, ja. Alsjeblieft. Thanks. Zot ventje. Kiki. Ah, wie is er jaloers op jou, Kiki? Wie is er jaloers? Is dat Filouke? Oh, mijn kikipoes. Ik moet je hebben. Mornings with the fam. Trouwens, welke kledij heb je aan? Want ik kan me herinneren, op een van onze eerste vlogs, dat jij zo wat onze boodschappen en onze dingen die we gekocht hadden, waren aan het unboxen. En daar zat een badjas bij, met veel fierheid, dat je die ook voor mij gekocht had in de Primark. En, tch, waar is die? Ik heb die aan. Dat mag toch. Ja, als jij dat zo zegt hoor. Maar moet ik dan nu een roze van een hunkje willen halen? Ja, maar jij bent gewoon in jogging. Nee. De bel. Still, my bad, yes. Nee, opnieuw. Wij zijn net terug thuis, want even een, hoe noemde dat? Intermezzo. Ja, even een intermezzo gehad, want mijn papa had zich buiten gesloten thuis. Die was gaan wandelen met de hond. En zijn sleutel vergeten, zijn autosleutel vergeten, zijn gsm lag ook nog binnen. Dus via een ontbijtbar op de hoek, ja, waar dat ze regelmatig langs gaan bij hun, die takeaway doen momenteel, daar heeft hem dan gevraagd om ons te bellen. Te maar hij sturen, had nog, via Facebook. Ja, eerst te bellen, maar hij had enkel op het werk nog mijn oude gsm-nummer in de telefoon staan. Dus dat lukte ook niet. Dus dan via Facebook hebben die mensen een berichtje gestuurd, super lief. En ja, alle chance dat wij gewoon eigenlijk direct kunnen schakelen en dingen kunnen anders aanpakken. Maar dus, we zijn terug thuis. We zijn de deur daar gaan opendoen. En alleen dan zijn we nu terug hier. En
Ik heb terug Andres en Batjas aangedaan, want het moet echt een comfy dag worden voor mij. Ik heb trouwens echt heel slecht geslapen. Ja. Allee, geslapen. Niet veel geslapen eigenlijk. 3 uur of zo? Ja. Ik heb wakker gelegen tot 3:45, 4:15 of zo. En gewoon echt niet kunnen slapen. Wij waren hier in de zetel. Allee, ik was hier in de zetel in slaap gevallen. En ik werd om 1 uur wakker en jij werd nog klaar wakker. Mm-hmm. En dan ben ik naar bed gegaan en ik werd om 2:30 wakker. En jij werd nog steeds tv aan het kijken. Niet normaal. Ja, ik raakte echt niet in slaap. Terwijl ik... Allee, ik was echt moe gisterenmiddag. Maar ook geen dutje of zo gedaan. En ja, s'avonds raakte ik gewoon echt niet in slaap. De baby was ook super actief de hele tijd. Echt mega veel bewogen. En ja, vanmorgen om 7 uur, allee, iets voor 7, was ik ook gewoon wakker. Ben ik wel nog eventjes in bed blijven liggen. Maar ik voel me wel oké nu hoor. Maar het moet zo'n comfy dagje zijn. Het is u... Hoe zeg je dat? Gegund? Ja. Ik wou zeggen, het is u geraden, maar dat klopt dan niet. Dus ja, comfy day today. Yes. Goedemorgen, we zijn de volgende dag. Het is nu iets na 7 en ik heb veel beter geslapen vannacht. Ik ben al denk ik rond 9:30 of zo, of 10 uur, 9:30 in slaap gevallen. En ik heb ook gewoon van de nacht wel goed geslapen. Ik ben 1 keer wakker geworden, maar dat is helemaal oké. Okay. Dus dat is top. Ik ben, ik ga net beginnen aan mijn ochtendroutine, mijn 6 minuten dagboekje en mijn planner maken en opstellen. Dus zin in vandaag. Een webinar meevolgen en ondertussen een lekker soepje. Groentesoep. Mega, mega lekker. Gemaakt door de zus van Andres, die is die gisteren komen brengen. Dus dat ga ik opeten terwijl ik daar meevolg. En Andres heeft ook direct een afspraak om iemand info te geven over het fitplan. En Filou is er ook bij. Of course. En Schatty. Ja. We hebben hier ook heel goed gereorganiseerd. We hebben eigenlijk al het eten daar allemaal gezet. De ovenschotels en bakvormen en zo zitten allemaal hier. En hier alle potjes van, hoe noemt dat? Tupperware. Tupperware en diepvriespotjes, microgolfpotjes, bewaarpotjes. Alles staat daar. Dan hebben we ook nog een deel naar... Ja, ik ben niet zo groot, dus misschien zie je dat niet zo goed. Naar hierboven gezet, zoals de koffiemachine, de tea dispenser en zo. Staat allemaal hierop. En onze airfryer kan dan ook hier nog komen. Dan moet hij niet terug hier in de kast. En hier is de babykast momenteel. Dat zijn allemaal dingen voor op iets latere leeftijd, vanaf 3 of 6 maanden en zo. En hier de dingetjes voor vanaf het begin. En de babykamer, ik zou het bijna vergeten te laten zien. Maar dit is hoe die er momenteel uitziet. Dus we hebben wel gewoon de buggy, het loopstukje, de draagmand, de matras en zo hebben we wel gewoon nog in de doos gelaten. Omdat dat hier anders ook maar gewoon volledig staat. Maar
stilletjes aan wordt het wel een geheel. Dus dat staat hier nog. Maar ja, normaal komt het bedje dan hier. Dus momenteel staat dat daar nog wel goed. En dan kan dat ook nog allemaal mooi proper blijven. De maxi-cosi staat ook nog in de plastic. Dat zijn dingen die nog naar onze garage moeten. Staan hier nog van te schilderen. En dit, ja, dat is gewoon allemaal plastic en zo van alle verpakkingen. Dus als het afval komt, dan kan dat ook weer weg. En dat zijn inderdaad ook nog wel dingen die nog een plekje moeten krijgen. Maar ondertussen zijn ook de schijven. Zit daar ook al mooi van alles in. Dus dat is ook wel heel, heel leuk. Voilà, en van onder zit nog niet zo heel veel. Voilà, en dit is allemaal grief dat ook naar de garage moet. Zo, het is toch al een beetje vooruitgang. Komt helemaal goed.